heet Rindert Kromhout en ik schrijf kinderboeken, zoals bijvoorbeeld de spannende Italiaanse verhalen Het geheim van de afgebeten vingers en het vervolg daarop, Het geheim van de gillende geraamtes. En over die boeken, over die kinderboeken, vertel ik graag op bijvoorbeeld kinderboekenfeesten. Op Pabo's vertel ik ook graag over kinderboeken, want Pabo-studenten moeten natuurlijk de liefde voor lezen doorgeven, hè, aan kinderen. Maar daarnaast schrijf ik de laatste jaren voornamelijk historische romans voor jongeren en volwassenen. Romans zoals bijvoorbeeld Soldaten huilen niet. Dat zijn boeken die gaan over hoe het is om op te groeien in kunstenaarskringen in de roerige eerste decennia van de vorige eeuw. Soldaten huilen niet gaat over Quentin, het neefje van Virginia Woolf. En nou ja, voordat ik naar jullie middelbare school of leesclub kom om daar iets over te vertellen, een heel klein voorproefje. Avonturiers brengen het verder in het leven, zei Julian. Maar schrijvers leven langer, zei ik. Julian lachte. Wedde van niet? Wedde van wel, zei ik. En daarmee was de weddenschap gesloten. Als jij eerder doodgaat, zei ik, zal ik een boek over je schrijven. Als jij eerder doodgaat, zei Julian, heb ik geen broer meer.